Is dit nou echt zo schadelijk allemaal? Ja, dat is echt heel erg schadelijk. Biomassa is geen zilver bullet. Maar vergeleken met andere vorming van vervuiling, is het nou ook niet zo dat je zegt: van dit is echt een showstopper. Alle woningen in de stad in 2040 van het aardgas af. Dat doel heeft de gemeente en daar moeten dit soort biomassa-centrales voor gaan zorgen. Het is echt heel kortzichtig, zeiden tegenstanders van de centrale in Diemen Eerder, deze staat op het punt om in bedrijf te gaan. En deze Invest van het Amsterdamse energiebedrijf is in aanbouw en moet vanaf de zomer met resthout 30.000 huishoudens van warmte voorzien. Wij gebruiken dat hout en verbranden het in de centrale. Dan komt dat CO2 ook vrij, maar we besparen er wel aardgas mee. En dat is de hele bedoeling waarom biomassa uiteindelijk een CO2-besparing oplevert ten opzichte van fossiel. En dat hout moet dan volgens afspraken tussen de wethouder en het AEB binnen een straal van 150 kilometer rond de stad vandaan komen. De wethouder heeft iedereen geprobeerd te lijmen met de opmerking van nee, we hebben met vier leveranciers een contract afgesloten binnen 150 kilometer omstreken. Maar er is absoluut niet genoeg hout in Nederland. En dus, zegt Zwart, worden we afhankelijk van vrachtschepen vol met hout uit Scandinavië en de Baltische Staten. Je kunt in principe een vrachtschip uit Scandinavië of uit de Baltische Staten halen... met dezelfde broeikasgas footprint als een naad vrachtwagen uit het westen van Duitsland... of uit zuiden, het noorden van België. Dat maakt niet zo heel veel uit. En daar vindt momenteel kaalslag uh, plaats. Nou, je kunt je bedenken wat dat uh, uh, betekent voor de biodiversiteit... voor de dieren daar, die daarvan afhankelijk zijn. Dan vraag ik me toch af, wat is voor u een alternatief? Het alternatief is voorlopig nog eventjes doorgaan met gas... Dat is geen enkel probleem. En die enorme pot met subsidie, namelijk ruim 14 miljard, inzetten per direct voor onderzoek naar echte duurzame energie, zoals zon, wind en water.